Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik durf niet eens te zeggen hoe laat het is. We zijn gisteren zo laat naar bed gegaan. Gewoon echt random. En ik ben pas om 2 uur wakker geworden. Dus ik ga gewoon even lekker rustig opstarten. Ik moest eigenlijk vandaag heel veel doen thuis. En ik moest een paar dingen nog opnemen. Maar ik ga het wel even rustig aan doen. Even eerst lekker gewoon opstarten. Ik heb even nieuwe koffiepads gehaald. Lekker sterke koffie. Want ik heb weer besloten om zwarte koffie elke dag te drinken. Ik stop even met cappuccino's op het amandelmelk. Ik weet niet, op een of andere manier. Zwarte koffie blijft gewoon het lekkerst. Vooral als je eraan gewend raakt. Waarschijnlijk vind ik de eerste kop vandaag helemaal vies. Maar daarna vind ik het wel weer lekker gewoon. Hey guys, ik heb mijn koffie gehad. Nesme is inmiddels ook lekker wakker. Ik ga hem even klaarmaken, soort van. We gaan even ontbijten bij Elefanos, want ze hebben een lekker Arabisch ontbijt. Kijk, lekker omeletje krijgen en thee met kardemom. I love my life. Ik heb dus laatst heb ik dus een jurk gehaald van de Zara. Dat is dus deze jurk. En hij zit echt heel erg mooi. Maar ik had hem dus gehaald voor 10 euro. Gewoon van de nieuwe collectie. Weet je wel, die basics die soms goedkoop zijn. Die je eigenlijk gewoon koopt om te kopen. Maar eigenlijk helemaal niet mooi zitten op je lijf. Of helemaal niet mooi getailleerd en bla bla bla. Maar ik ben gewoon echt verbaasd over hoe mooi deze eigenlijk zit. Ik vind hem echt heel leuk. Je hebt hem ook in verschillende kleuren. Ik heb hem in 2 kleuren gekocht. Zwart en deze. Want die vond ik echt heel mooi. Maar ik vind het echt een heel mooi jurkje. Zo'n heel simpel jurk. Als je niet weet wat je aan moet doen. Doe je gewoon het jurkje aan, hakken eronder en klaar. Kijk, ook echt zeg maar van hierboven. De halslijn echt heel erg mooi. Ja, deze was gewoon 10 euro. En je hebt hem ook in verschillende kleuren. Ik heb hem ook in het zwart gehaald. Maar je had hem volgens mij ook in het wit en zo. Maar ik vind hem wel leuk staan. Mijn hele tas vol gedouwd met sucrine. Want ik ben van plan om heel veel thee te drinken. Ik ben eigenlijk al lang klaar, maar ik moet even wachten op Nessie. Maar ze is even aan het douchen snel. Ik moet vandaag echt mijn haren wassen. Trouwens, dan heb ik het even niet los gedaan. En ik denk dat ik vandaag weer even oorlogplex in mijn haar ga douwen. Want het is echt weer een beetje onhandelbaar. Wij zijn ready. Ik ga even eerlijk met jullie zijn. Ik keek net in de spiegel en ik dacht, man, ik ga echt stoppen met die liquid lipsticks. Ik voel hem niet meer of zo. Het is, ja. Het is niet echt meer mijn ding of zo. Oh, Nesme heeft een nieuwe camera. Bitches. En hij zit de hele dag foto's van me te maken. Echt heel lelijke foto's. Echt? Ja, echt. Ik heb even trouwens deze blazer aangedaan over mijn jurkje heen. Want het is echt nog een beetje te koud buiten. Het is best wel fris, hè? Het is echt gewoon fris. Maar ik hou ervan. Ik ook. Het is wel lekkerder dan die hitte van laatst. Gadverdamme. Als ik hitte wil, dan ga ik het wel opzoeken. Echt, dat vind ik ook. In Nederland hoeft het voor mij niet warm te zijn. Nee. Want als ik dat wil, dan ga ik wel gewoon weg. Ja. Want hier is het gewoon ook helemaal niet lekker. Zo, we zijn er. Begrijpen jullie als ik zeg dat ik liquid lipsticks dus echt niet meer mooi vind? Het lijkt echt zo alsof je dan een poppetje bent of zo. Ja. Maar. Zo cute. Ik ben dus hele foto's van me aanmaken. Echt gewoon foto's die ik zelf walgelijk vind. En hij vindt ze helemaal geweldig. Maar is het mooi of is het mooi? Dat zei jij net. Of is het van jou? Heb ik die zelf getekend? Het ziet er wel op die foto ziet het er echt mooi uit, mijn sproeten. Het ziet er echt mooi uit, die sproeten. Zie je? Ik ga helemaal stuk aan deze foto's van mij. Kijk, 1 keer. Hij is hier helemaal trots op. Mooi, hè? Prachtig. Voilà, fotograaf. Fotograaf Nessie, maar even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Niet mijn foto's laten zien. Oh, wat mooi. Oh, mashallah. Heel mooi. Oh, yes. Yes, yes. Laughing my ass off. Ah. Oei. Oh. Wat is dit? The eyes don't lie, chico. Kijk, ik heb mijn sproet. Ik ga helemaal stuk. Het is echt een heel lelijke foto. En hij zegt, mijn god, mijn neus. Wat is dit? Mijn sproeten zijn wel leuk. Zo, guys. Wij gaan lekker starten met een linzensoepie. Deze hier is echt helemaal lekker. Zoals altijd krijg je er heerlijk brood bij. Helemaal vers. Dit is dus ei met tomaat, ui en knoflook. Mm. Love it. Oh, de Arab die lekker hoor. Dit is dus echt de perfecte ontbijt. Heerlijk.
laatst met de sale weer allemaal producten besteld. Ik wil mijn glowy look even afmaken. En ik heb er echt zoveel leuke dingetjes voor gekocht. By the way, dit is allemaal van lookfantastic.nl. Echt de beste website ever. Want ik kom hier altijd zoveel goedkoper uit. Ik had echt zoveel korting. Daarom heb ik dus ook heel veel wimpers toegevoegd en bla bla bla. Maar ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die ga ik even hier noteren. En daarmee kun je ook alles bestellen. Dan ga ik even zitten. Om snel even te laten zien wat ik bijvoorbeeld heb gescoord. Ik heb bijvoorbeeld deze parfum gescoord. Ik wil heel graag een frisse parfum. Ik ga altijd voor zwaar of voor een poedergeurt. Jullie kennen mij. Maar ik wil gewoon even een frisse parfum voor alle dagen. Vooral nu van zomer naar herfst. Vind ik dit soort geurtjes echt lekker. En het ruikt gewoon naar perzik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet had geroken voordat ik hem had besteld. Maar ik ging laatst naar een parfumzaak en toen zag ik dat deze fles gewoon tot hier leeg was. En meestal is het een goed teken en betekent dat het geurtje gewoon heel erg gewild is. Dus ik zag hem op de website en ik heb deze gewoon gelijk besteld. Lekker veel korting erop. En hij is echt heel fris. Hij is niet vies zoet, maar gewoon lekker fris. Perfect gewoon voor dit weer. Het merk ben ik eigenlijk niet bekend mee, maar het heet Issey Miyake. Zo zien jullie denk ik wel een beetje. Dan heb ik dit. Dan heb ik waar ik heel blij mee ben. Twee Iconic producten. Ik ben best wel fan van dit merk. Vooral van die liquid highlighter. Maar ze hebben dus ook echt zo'n... Dan heb ik hier dus een heel mooie poeder van Iconic. Ik weet niet of jullie het zo beter kunnen zien met de flitser op. Maar hij is echt prachtig. Je krijgt hier echt een heel mooie glowy look van. En dat wou ik precies gewoon. Iconic is gewoon een heel goed merk als je echt een glowy look wil. Want ze hebben daar echt de beste producten voor. Ik ben hier echt heel happy mee. En hun lipgloss. Die heb ik nu op. Super mooie kleur. Hij heet Lip Plumping Gloss Nearly Nude. En het was de middelste kleur. Want je had een iets lichtere kleur. Wat ook heel mooi zou zijn, zie ik nu. En iets donkere kleur. Dus ik heb even de middelste kleur uitgekozen. En ben hier echt heel blij mee. Echt heel mooi. Het maakt echt mijn look helemaal af. Ook heb ik natuurlijk allemaal nepwimpers gekocht daar voor Ardell. Wat kan je nog meer krijgen? Benefit, Bobbi Brown, YSL. Trouwens, de mascara die ik altijd gebruik, YSL The Curler, is daar dus ook beschikbaar. Nu ook met korting. Misschien even een tip voor jullie. Ik heb bijvoorbeeld setting sprays, fixing spray. Ik heb alles gewoon gescoord daar. Ik heb zelfs een tandenborstel gescoord van Foreo. En daar ben ik echt zo blij mee. Dat is echt de beste aankoop ever. Want ik heb hier natuurlijk korting op gehad. Maar deze wou ik eigenlijk al heel lang. Ik vond hem soms een beetje aan de prijzige kant. Maar ik wou deze dus heel graag. Omdat je deze dus maar één keer per jaar hoeft op te laden. Ik heb al een elektrische tandenborstel. Maar ik moet hem gewoon om de 2-3 dagen moet ik hem gewoon weer echt opladen. Maar deze hoef je dus maar één keer per jaar op te laden. En daarom heb ik hem dus eigenlijk gehaald. Het is gewoon iets wat heel lang op mijn wishlist stond. Maar elke keer stelde ik het uit. Maar ik heb nu lekker korting gekregen en ik heb hem gescoord. Je hebt deze in verschillende kleuren. Maar ik vond de paarse eigenlijk gewoon heel mooi. Oké, wij zijn weer bij de supermarkt. Drie keer raden wat wij vanavond gaan eten. Kijk waar we naartoe lopen. Yes. Kijk wat we aan het kopen zijn. Alcoholvrije wijn. Nou. Als ik aan het koken ben, ik heb zin in een wijntje. Yes. Ik weet dus niet of ik de enige ben die gewoon thuis ook gewoon elke keer haar lipliner bijwerkt. Ik doe even zo'n mooie nude kleurtje op. Yes, I love it. Guys, wij gaan even tijdens het opruimen een rosé'tje drinken. een rosé zero. En ondertussen even de vaat uitruimen en zo. Zin in! Ones, proost. Hey, proost. Zo, de keuken is schoon. Nessim is net klaar met stofzuigen. Ik ga even dweilen, denk ik. Guys, Nessim gaat mijn vlog overnemen. Oh yes. Hij gaat mosselen voor jullie maken. Weer al. Kijk, ik heb hier nog de kruiden niet. Oh, yes. Ik heb echt een heel goede pan voor mosselen. Ik vind deze echt goeie. Nou, Nessie heeft dus olie erin gedaan. Ja, eerst olijfolie erin en we hadden geen mosselgroente. Dus we hebben gewoon basis soepgroente. Dat is ook goed. Ja, dat lijkt erop, zeiden ze. Ja, dus, en dan gaan we die eerst even bakken. Ja, doe maar. Ondertussen hebben we hier ook publiek. Hey! Wat ga je nu doen? Oh, wacht even. Ik moet de Oh? Deze de mossel is wassen, hè? Mannen.
Die kunnen dus echt niet van alles tegelijkertijd doen. Nu gaat hij de mosselen wassen. En ik moet even oppassen, want de vorige keer was het op de grond gevallen. Oh nee. Maar dat... Ik mij niet vertelde vorige keer dat het op de grond was gevallen. Ja. De mosselen. Ja, de mosselen. Allemaal? Nee, niet allemaal. Maar zie. Yes. Ja? Dan gooien we deze weg. Maar waarom is het op de grond gevallen de vorige keer dan? Nee, niet allemaal. Gewoon zeg maar, toen ik die bak opdeel, was het een beetje op de grond gevallen. Nu gaan we de mosselen wassen. Oh, lekker. Ja. Oh. Oké, leg eens even uit wat je aan het doen bent. Oké, dus we moeten even kijken of er een mossel open is. Ja. En als er een mossel open is, ik zoek nu een voorbeeld, maar ze zijn wel netjes allemaal dicht. Maar als er een mossel open is, dan moet je hem zeg maar even pakken. Mm-hmm. En dan moet je hem zo slaan. En als hij dan vanzelf dicht gaat, mm-hmm, dan is het, kan je hem eten. Als hij niet dicht gaat... Hoe weet je dat? Dat heb ik in een filmpje gezien. Oh, waarom steekt hier iets uit? Dit. Nou jongens, ik gooi nu de groenten erbij. Zo. Ik ga niet alles erin doen, want het is een beetje veel. En dan moet je ze lekker bakken. Lekker bakken tot ze een beetje vers worden, hè. En ondertussen kan je de mosselgroenten er al bij gooien. Want de vorige keer heb ik ze zeg maar op het einde erin gegooid en toen heb ik het niet goed gedaan. Jalla, doei. Ik ben ondertussen een salade aan het maken. Ik ga weer een salade maken. Quinoa. Zeg je quinoa? Quinoa. Met quinoa erin voor erbij. Want we willen geen friet eten. We willen even lekker gezond eten. En dames en heren. Als de... Ik wil zeggen champignonnen. Hoe heet ze? Mosselen, jemig. Als de mosselen open zijn, dan zijn ze klaar. 8 minuten lekker kool, nee. Zo, salade is klaar. Lekker fris voor erbij. Gaan we weer, jongens. Lekker helpen. Heel donker hier. Ik heb net heerlijk gedoucht. Oeh, ik maak echt geen grap. Ik denk dat ik echt een half uurtje heb gedoucht. Dat doe ik echt bijna nooit, want ik ben het heel veel zat als ik onder de douche zit. Dan denk ik even snel haar wassen, hup, 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 hup. En eruit. Maar ik heb gewoon echt gewoon warm water aangedaan. Ik ben gewoon een beetje aan het wegdromen. Ik was gewoon echt een beetje aan het wegdromen aan de douche. Thuis, ik ga dus echt helemaal niks meer doen. Dus ik denk dat ik ook niet zoveel te vloggen heb. Dus ik ga alvast mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Ik weet dat mijn vlogs op dit moment niet heel boeiend zijn. Ik probeer me daar niet echt mee bezig te houden. Gewoon te vloggen elke dag. En dat gewoon online te gooien. Het geeft me ook een beetje een relaxed gevoel. Als ik niet denk van, oh, ik moet iets doen om een leuke vlog te maken. Zo, ik wil dat gewoon niet. Ik wil gewoon lekker mijn leven leiden en dat filmen. En dat gewoon online gooien. En als het dan saai is, dan is het ook gewoon lekker prima. Misschien heb ik ook wel een beetje een saai leven. Gewoon lekker een simpel saai leven. I love it. Ik hoop dat je het ook leuk vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei!